Welkom bij Nokspelzol, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik een blik werpen op The Temple of Shiva, een uitbreiding voor het spel Bali, uitgegeven door White Goblin Games. Dit spel speel je met 2 tot 4 spelers en je bent er ongeveer een drie kwartier tot een uurtje mee zoet. En deze uitbreiding geeft ons, zoals de titel al verklapt, de tempel van Shiva die wij kunnen gaan bouwen en waar wij dus ook onze offerkaarten voor kunnen gebruiken en extra punten mee kunnen scoren. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er precies in het doosje zit. Ook deze uitbreiding is bedacht door Klaus-Jürgen Wrede en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder het Nederlands. Twee kantjes, dat is alles, dus dat is zo doorgewerkt. We krijgen de nieuwe kaart die we gaan toevoegen aan het spel met daarop de tempels. We krijgen extra overwinningspunten, de gouden Shiva, de torens die wij gaan bouwen op onze tempel en het platform waar wij daadwerkelijk de torens uiteindelijk op gaan neerzetten. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens gaan kijken wat deze uitbreiding precies toevoegt. En dit zijn de onderdelen die we gaan toevoegen aan het basisspel. We leggen de basis van de tempel in het midden van de tafel, zodat iedereen er goed bij kan. We schudden de torens en leggen die in 2 even grote stapels binnen handbereik. De gouden Shiva leggen we binnen bereik. En deze 9 tempelkaarten worden gewoon door de stapelkaarten heen geschud. We gaan weer zoals gewoonlijk 16 kaarten van de stapel trekken en daarmee vormen we het aanbod, precies zoals in het basisspel. En dan ben je klaar om te gaan spelen. Deze tempelkaarten, dat zijn natuurlijk de kaarten waardoor deze speciale acties getriggerd worden. Het spelen van een tempelkaart kost je geen steen, maar je moet wel een deel van de tempel gaan betalen. Dat doe je door een van deze torens te kiezen en daarvoor moet je dus 2 offerkaarten afleggen. En die moeten gelijk zijn aan de kaarten die hier onderaan afgebeeld staan. Dus ik moet 1 offerkaart, in dit geval banaan, spelen. Die gaat terug naar de algemene voorraad, oftewel die kunnen we weer terugpakken. En de tweede offerkaart, dat mag een offerkaart naar keuze zijn, die leg ik op de offerplaats, zoals jullie hier ook zien. Dat zijn de kosten die je moet betalen voor een toren. Dus eentje gaat terug naar de algemene voorraad, is weer beschikbaar. En een tweede kaart, dat mag een willekeurige kaart zijn, die leg je op de offerplaats. De waardering van de tempelkaart is eenvoudig, degene met de meeste tempelkaarten. Die krijgt een offerkaart naar keuze en in geval van een gelijkstand krijgt niemand iets. Verder hebben wij natuurlijk nog de gouden Shiva. Als een speler een kaart uit zijn of haar hand speelt met daarop een demon afgebeeld, krijgt die speler gelijk het Shiva speelstuk. En dat hoeft niet per se een tempelkaart te zijn, dat kan ook een priesterkaart zijn. En die plaats je voor je. Als de speler met een Shiva speelstuk bij de waardering betrokken is en bij de gelijke stand, dan is Shiva de tiebreaker en dan win je wel bij een gelijkstand, omdat jij de gouden Shiva hebt. Aan het einde van het spel scoort elke speler 7 punten voor elke tempelkaart die hij of zij heeft weten te bemachtigen. En dat is wat deze uitbreiding toevoegt aan het basisspel. En dan komen we bij de vraag, is het de moeite waard om de Temple of Shiva toe te voegen aan het basisspel? Ja, het is een simpele uitbreiding die je gemakkelijk kan toevoegen. Het is aan de andere kant ook natuurlijk een kleine uitbreiding, je hebt wat grappige speelstukken, maar het is 9 kaarten die toegevoegd worden aan de stapel van het basisspel. En als je zo'n kaart trekt, heb je dus een extra optie die je kunt uitvoeren. Dus qua mechanisme niet heel erg spannend en het is ook niet echt heel vernieuwend. Maar het is net wel weer een leuke extra manier om punten te scoren. En 7 punten voor een tempelkaart, dat tikt leuk aan. En ook als je een meerderheid hebt dat je gratis een offerkaart mag pakken, is ook niet verkeerd. En daarbij vind ik de tiebreaker Shiva een object waar wel vurig om gestreden gaat worden.
Daarnaast bieden de tempeltorens je weer de mogelijkheid om stiekem alweer wat extra offerkaarten op die offerplaats te laten vallen. En doordat je ook offerkaarten teruglegt, zijn sommige stapels minder snel leeg. Dus alles bij elkaar is het een grappige uitbreiding die goed inhaakt op het basismechanisme van Bali, wat in mijn optiek al gewoon een tof spel is. Aan de andere kant vind ik dit nou niet echt een uitbreiding waarvan ik zeg dat moet in een aparte box. Dit is meer zoiets van een module die bij het basisspel in zit. En voor een afzonderlijke box die je gaat kopen om toe te voegen aan het basisspel, ben ik een beetje van, nou dat is wel eigenlijk wat mager. En meestal als ik vanuit White Goblin uitbreidingen toevoeg aan een basisspel, krijg je een x-aantal modules waar je uit kan kiezen, zodat je het spel een beetje kan tweaken naar jouw eigen smaak of keuze. Maar dit is gewoon één module die je toevoegt of niet. En dat maakt de Temple of Shiva niet tot een slechte uitbreiding, maar ik vind het een beetje een goedkopie voor een hele nieuwe box. En als je ziet hoe een dikke doosje krijgt, dat je denkt, nou, is dat alles wat er dan in zit? Ja, dit is alles. Daar vind ik hem een beetje op tegenvallen. En het is om die reden dat ik het maar een 6 heb gegeven. Spellen Zolder.